Hè? Nou, ook nog. Oké. We gaan weer verder met Efeziën. En, nou ja, kijk, het is zo dat we mogen blij zijn met de computer en met internet, hoor. Ik bedoel, een auto kan ook voor de antichrist gebruikt worden. Ik bedoel, het is, maar ook ten goede. Ja, je ziet, het evangelie wordt ook nu weer sneller verspreid, ook met vliegtuigen. Alles is bereikbaar. Internet is nu helemaal gigantisch. Je ziet hoeveel mensen we nu met deze boodschap bereiken. Dat is echt hiervoor, daar durf je alleen maar van te dromen. Zoveel mensen als het nu lezen. En ook op plekken die ver weg zitten, dat je denkt. Dus wat dat betreft kunnen we beter het maar zo bekijken. Want de Bijbel zegt ook, ergert u niet over de zonde, de zondaren. Want dat, ja, dat hoort erbij, dat is helemaal deze wereld. Maar wandelt veel meer in de vrees des Heren, daar gaat het om. Goed, we zijn in Efeze 4 en we zijn tot en met vers 6 vorige keer gekomen. En ja, dan na 6 volgt 7 nog steeds. Dus ik wil daar mee verder gaan. En daar hebben we dus de eenheid van de geest gezien. Dat is vers 4 tot en met 6, de band des vredes. En Paulus roept ons op dat we die moeten behouden, dat we ons daar moeten voor beijveren. Nou, dat is iets wat voor ons allemaal is. Ja, die eenheid is geest. Dat is voor ons allemaal. En als je kijkt naar vers 7 en verder, tot en met zeg maar 16, dan hebben we daar ook een eenheid, maar in die eenheid hebben we een diversiteit. Dat wil zeggen, wij allemaal zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen. Toch hebben we een eenheid. Want als we dat, die band des vredes, die 7 eenheden niet hadden, ja, dan hoe zou het met onze eenheid gesteld zijn. Ik bedoel, al die verschillende mensen. Allemaal verschillende achtergrond, verschillende opvoeding, cultuur, ook, land. Al die dingen. En God heeft dat bij elkaar gebracht. En die zegt, jullie zijn één met elkaar. Op basis van wat wij net hebben gezien. Maar nu komen we verder. Hoe gaan wij in die eenheid, allemaal verschillende mensen, gaan wij nu verder? Ja, hoe functioneren we nou daarin? En dan blijkt dat iedereen heeft gewoon ook zijn eigen taak in dat lichaam van Christus. Dus er is een eenheid, maar in die eenheid is een diversiteit. Nou, en daar spreekt hij eigenlijk in de komende verse over. Dus je hebt de leer, we hebben de band des vredes. En nu gaan we daar gezamenlijk gaan we dat zeg maar uitvoeren met elkaar. En zo komt hij vers 7. Dan begint hij met... Maar, nou je weet hè, als er maar komt, dat betekent er komt iets anders aan. Maar, aan een ieder van ons, zie je, nu gaat hij naar individuele spreken. Aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Aan een ieder van ons is de genade gegeven. Nou, u ziet het, ik zei het net al, die diversiteit, dan moeten we even naar Romeinen 8 toe, of Romeinen 12, we zaten er net ook al. In dat lichaam van Christus, het woord zegt het al, we zijn het lichaam, en daar komen we zo meteen ook nog eventjes op. Maar een lichaam heeft natuurlijk vele leden. Dus dat is ook heel mooi, makkelijk daarom voor ons voor te stellen, dat iedereen daarom ook zijn eigen taak heeft. In vers 3 zegt hij, want door de genade die mij gegeven is, en Paulus spreekt hier heel duidelijk over de genade die alleen hij gekregen heeft, namelijk de bediening, ja, van het apostelschap van de heidenen. Alleen aan hem was dat gegeven. Zeg ik, en ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Gelijk als God en ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allen dezelfde werking hebben. Zie je het? De werking. We hebben niet allemaal dezelfde bediening, niet allemaal dezelfde dienst in het lichaam. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Zie je? We hebben niet allemaal dezelfde werking, maar we zijn wel samen allemaal één in dat lichaam. Maar elk een zijn we elkanders leden. Dus we hebben wel weer allemaal onze bediening. We zijn allemaal divers. Maar aan de andere kant
zitten we ook weer aan elkaar vast. Want we zijn leden van elkander. Daarom kan je niet zomaar zeggen, doei, dag, bekijk het maar. Ik kan niks met jullie te maken hebben. Want je bent een lid van elkander. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Zie je? Genade is aan ons gegeven, vers 6. En we hebben allemaal verscheidene gaven. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, na de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt eenvoudigheid, enzovoort, enzovoort. Ga ook even mee naar 1 Korinthe 12. Dus u ziet hier die diversiteit, iedereen heeft zo zijn eigen gaven. En iedereen, ja, we zijn, de een is nou eenmaal beter daarin, de ander is eenmaal beter daarin. Ja, dat zag je ook met Titus en Timotheus, vind ik altijd een mooi voorbeeld. En Apollos. Apollos straalde vanaf, hij was machtig in de schriften. En nou, ik zie hem helemaal voor me hoe hij daar stond te prediken. En je ziet Paulus, die heel bewust zegt, nee, ik beperk mij tot het kruis alleen. En Paulus, tuurlijk, hij wist, als je zijn brieven leest, wist hij heel goed hoe hij moest schrijven, maar ook hoe hij moest praten. En toch hield hij zijn reden, hield hij juist zo, dat ze zeiden, zijn reden is verachtelijk. En maar Timotheus en Titus zijn ook bijvoorbeeld, als je die allemaal naast elkaar zit, dan zie je allemaal, het zijn wel verschillende mensen. En Titus werd bijvoorbeeld, vanwege dat hij kon flink oor op zaken stellen, die werd dus naar iemand gestuurd naar de, hoe heet het daar? Kreta, hè? Ja. Dat waren echte barbaren. Dus Paulus heeft bewust Titus hem daar naartoe gestuurd en niet Timotheus. En als Timotheus naar Korinthe gestuurd wordt, dan zegt hij ook, want dat was natuurlijk ook een probleem gemeente, dan zegt hij, zorg dat hij wel zonder vrees bij u is. Hij geeft ook nog opdracht, denk erom, dat je hem wel voorzichtig behandelt. Ja? Goed, dus zo heeft iedereen zo zijn eigen taak en bediening in het lichaam. En de een is eenmaal meer geschikt voor om dit uit te voeren, en de ander is meer geschikt om dat uit te voeren. Dus 1 Korinthe 12, maar kijk, vers 13, want wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen, zie je het, Joden, Grieken, maar ook dienstknechten, vrijen, allemaal verschillende mensen, maatschappelijk ook verschillend. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. En indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is die daarom niet van het lichaam? Indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, en is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet en ieder geluk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren zij allemaal één lid, waar zou het lichaam zijn? Dus ja, het lichaam, dat zegt, het legt zichzelf uit. Maar het lichaam is niet één oog. Of het lichaam is niet één neus. Nee. Dat is allemaal, als het bestaat allemaal, ik kijk naar jullie, ik zie allemaal een lichaam, het bestaat allemaal uit verschillende onderdelen. En het is allemaal nodig. Er is ook daarom niemand die kan zeggen, nou voor mij is er toch niks, wat moet ik nou doen in de gemeente? Er is voor iedereen wat te doen, er is werk genoeg voor de gemeente. Niet buiten dat alleen, maar u heeft ook een taak in de gemeente. Want hij zegt ook verder, ik ga even verder. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van noden. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden. Ja, wij leren de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onzierlijke leden hebben overvloedige versiering. Doch onze zierlijke hebben het niet van noden, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, zie je. Hij heeft het lichaam samengevoegd door de Heilige Geest. Geven overvloediger even eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft. Er stond hier, ik moest even kijken, waar stond het nou? Hier in vers 21, ja. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet voor nodig. He, van afgelopen woensdag hebben we het nog even over gehad. Met elkaar, maar je kan niet zeggen, jij bent niet nodig, maar je kan ook niet zeggen, ik ben niet nodig. Dat kan je niet zeggen. Met andere woorden, je kan niet zeggen,
Ik ben niet nodig. Dat zei ik net al, maar... Maar je hebt elkaar dus nodig. Ik bedoel, je kan niet gewoon jezelf onttrekken. Hetzelfde als dat je zegt van, ik knip mijn pink af. Dat doe je toch ook niet? Dus het is gewoon onmogelijk dat wij dat van elkaar zouden zeggen of dat we dat zouden doen. Want je bent nodig. Je hebt elkaar nodig. Dus ik ben nodig voor die ander. En die ander, die heb ik ook nodig. En hij zegt niet alleen maar van ja, die of die, die. Nee, een iegelijk lid. Dus we hebben allemaal misschien, de ene vind je misschien wat leuker of ander. Of kan je beter, of die dat past beter bij elkaar. Nou, je kent het allemaal wel. Maar toch, u hebt al uw broeders en zusters heeft u nodig. Maar aan de andere kant, zij hebben u ook allemaal nodig. En zo heeft God dat gewild en heeft het ook zo samengevoegd. En dan in vers 25, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. Ziet u wel, dat is het functioneren van het lichaam. Als je naar mijn eigen lichaam kijkt ook, het lichaam is constant bezig om het te laten functioneren. Dus, ja? En als één functie uitvalt, dan moet de rest van het lichaam, gaat dan extra zijn best doen om dat toch te kunnen laten functioneren. Dus als je bijvoorbeeld, ja, ik noem maar wat, een paar tenen zou missen, dan gaat je voet en de rest van je lichaam gaat dat werken om dat in balans te krijgen, dat je toch kan lopen. En dat is bij ons precies hetzelfde in het lichaam. En als er één lid lijdt, dan lijdt ook iedereen. Dat zegt hij hier ook, ja? En als er één zich verheerlijkt wordt, zo verblijden zich, dan staat er ook al de leden, ja? Dus als er één verdriet heeft, hebben we allemaal verdriet. Nou, dat is dus het vers 27. En gijlieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Dus gaan we terug naar Efeze 4. Dus kijk, dat is waarin wij zitten. En dat geeft heel duidelijk aan, zo mooi als Paulus dat vergelijkt met een lichaam, dat er is een eenheid, maar er is ook een diversiteit in die eenheid. We zijn allemaal unieke onderdelen in dat lichaam. En dan zie je het tegenovergestelde van Satan eigenlijk, hè? Kijk bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog ook. Dan zie je, dat is eigenlijk allemaal diezelfde uniform. Maar je ziet, ze moeten allemaal hetzelfde denken. En iedereen moet hetzelfde zijn. Dat worden allemaal, bij Satan wordt alles een eenheidsvorst. Ja? Maar bij God niet. Je blijft wie je bent. En je bent nodig. En ik ben niet eenmaal, ik ben niet als Ruud. En Ruud is niet als ik. En toch zijn we allebei evenveel nodig. En hebben we allebei werking in dat lichaam. Niet één is meer, beter dan de ander. Niet één is, als de een leert, wil niet zeggen dat de ander die andere dingen doet. Dat is gewoon allebei de functie die je hebt in het lichaam. Zo ben je gevoegd in het lichaam. En God heeft ze allemaal hun plek gegeven. Nou, dus, en dan zie je vers 7, is de genade gegeven. Dus duidelijk is, de genade is gegeven. Niet die wordt gegeven naar de mate. Want er staat ook naar de mate. Dat is heel belangrijk als we dat goed zien. Hoezo het woordje naar? Naar, dat wil zeggen dat het verwijst naar een standaard. Ja? Christus wordt verkondigd naar de openbaring van de geheimenis. De verborgenheid. Zo wordt hij verkondigd. Dat is de standaard. Dus ook de genade is gegeven naar de mate, dus in overeenstemming met de mate van de gave van Christus. Nou, hoe groot is die gave van Christus? Als dat de standaard is, is dat 10%, is dat 30%, is dat 50%? Nee, dat is 100%. God heeft zijn zoon gegeven. Ja? Dus die genade aan een ieder van ons gegeven, is 100% gegeven. Alles. Niet een klein beetje, en je moet je best doen om nog meer genade te krijgen. Wilt u ons genade geven, wilt u ons genade schenken? Is niet bijbels, de genade is gegeven. Kijk in mijn Romeinen 8 vers 32. Daar staat het. In dit verband. De mate van de gave van Christus. Ja, dus dat is de maat. De maat is een bepaalde hoeveelheid. Nou, de maat van de gave van Christus. Nou, de gave van Christus, ja. Nou, kijk maar Romeinen 8 vers 22. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons
allen overgegeven. Helemaal. Hoe zal hij ons ook met hem niet, wat? Alle dingen schenken. En het woordje schenken, dacht ik, ja, schenken. Dus wat is schenken? Schenken is eigenlijk geven, ja, wat geven, om niet. Vrijelijk. Want ja, jullie weten, ik lees ook de Engelse Bijbel, want er staat freely given. En ik denk, hé, waarom staat de vertalers nou schenken alleen staan? Denk ik, hé, maar ik denk, ja, het is hetzelfde. Schenken is vrijelijk geven. Ja, zonder voorwaarden. Niet, er staat niet bij, omdat je... Nee, dat is dat belangrijke woordje om niet. Ja? Het is vrijelijk. Ze mochten vrijelijk van de boom van de hof eten. God heeft dingen geschonken. Als ik aan iemand schenk, maar ik zeg, ja, maar zolang jij... En anders neem ik het weer terug. Dat is geen schenken. Schenken geef je onvoorwaardelijk, om niet. Dat is schenken. Dus hier ook de belangrijke, dat vrijelijke. Schenken, hij heeft het geschonken. En er staat alle dingen. Wat voor dingen? Alle geestelijke dingen. Hij heeft ons alle dingen geschonken. En dan wil ik toch, ik wil niet te veel teksten gebruiken, maar dit punt wil ik toch een paar teksten met jullie doornemen. 1 Korinthe 2 vers 12, hetzelfde. Even gauw, 1 Korinthe 2 vers 12. Dat gaat over de geest die wij hebben. Waarom? Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Weer dat geschonken zijn. Freely given, vrijelijk gegeven, geschonken. De dingen die ons van God geschonken zijn. Dus hij heeft dingen geschonken. U weet nog lang niet alles wat u allemaal geschonken is. Wat u gratis gekregen hebt. Maar wij hebben de geest, zodat wij dat steeds meer gaan zien en gaan zien en gaan zien. Kijk met mij mee. Wat dacht je van Efeze 1 vers 3? We zitten in Efeze 1. Ja. Wij zijn gezegend met wat? Alle geestelijke zegeningen. Alles. Dus aan iedereen van ons is de genade gegeven naar de mate, de volheid van de mate van Christus. Dat betekent alles. 2 Korinthe 6 vers 10. 2 Korinthe 6 vers 10. Dat is zo belangrijk dat wij weten. God heeft ons alles gegeven. Paulus zegt, dat gaat over zichzelf. Als de dienaar van God maakt zich in alles aangenaam. En dan noemt hij alle omstandigheden waarin ze verkeren. En dat ze worden natuurlijk vervolgd en veracht en noem maar op. En in vers 10. Als droevig zijnde. Doch altijd blijde. Als arm, doch vele rijkmakende. Als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Wat doet hij ermee? Ik heb niks, ik heb geen brood, ik heb geen huis. Nee. Wij hadden niets, maar hij zegt alles bezittende. Geestelijk heeft u alles. Ziet u wel? U hoeft niks te krijgen, u hoeft niks om het te krijgen. U bezit reeds alles. Alle geestelijke zegeningen. Geestelijk bezitten wij reeds alles. En dan wil ik naar nog een tekst van je. 1 Timotheus 6 vers 17. Dat is... dat trof mij echt. 1 Timotheus 6 vers 17, ja. Dat spreekt hij over de rijken. Beveel deze rijken... 1 Timotheus 6 vers 17. In deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Nog een hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Hoeveel mensen genieten van alle dingen die God rijkelijk verleend heeft. En wat bedoelt hij hiermee? Hij spreekt over de mensen die rijkdom hebben. Die hebben geld genoeg. Hij zegt, maar daar zit het, daar moet je je vertrouwen niet op stellen. Hij spreekt hier over de geestelijke dingen. Het is de bedoeling, het is zo'n mooi woord, dat hij dat ons allemaal gegeven heeft om van te genieten. Nou, sinds wanneer genieten wij? Ik, tenminste, sinds wanneer geniet ik van het woord? Ja, toen ik toch geloof kwam al, maar al gauw kwam natuurlijk de verwarring.
Maar sinds ik nu de boodschap van genade ken, nu weet ik wat ik heb. En dat zijn allemaal dingen die hij mij geschonken heeft. En nu kan ik ervan genieten. Het is de bedoeling, hij heeft het ons rijkelijk, al die geestelijke dingen heeft hij ons rijkelijk, verleent hij ons. Het is de bedoeling dat u daarvan gaat genieten. En heel veel mensen genieten er niet van, omdat ze het niet weten. Ja, ze weten het niet. Maar wij weten het wel. En dat heeft ons God, heeft ons, allemaal terug naar Efeze geschonken. Dus aan ons is die genade gegeven. Dus 100% is de genade gegeven. U heeft alles gekregen. En hij geeft het aan ons. Opdat wij er dagelijks van kunnen genieten. Het woordje genieten, dat is een heel mooi woord. Dat u ervan geniet. En veel mensen helaas genieten er niet van. Nou, we gaan door naar vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is dezelfde, ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Ja, daarom zegt hij in vers 8... Toen hij opgevaren is in de hoogte, de Heer Jezus is opgevaren in de hoogte, ja. Met de hemelvaart. En Paulus pakt hier een tekst uit de psalm, maar die ga ik nu opzoeken met jullie. Het is een messiaanse psalm over de Heer Jezus Christus, over Jehovah God. Die als overwinnaar uit de strijd komt in het land Israël. En dat hij daar gaat regeren op de berg zijn en heiligheid. Hoog. Israël zal verheven zijn boven de landen van de wereld. En dat moet u maar zien, maar dat gaat over Christus die dus de tegenstanders verslaat. De overheden en de machten. Ik heb ook een tekst in Jesaja 14 vers 1 en 2, moet u maar lezen. Daar spreekt hij ook over de gevangenis die gevangen genomen wordt. Israël is door ongehoorzaamheid als een straf van God door de heidenen overheerst altijd. Toen de Heer Jezus Christus kwam toch ook? De Romeinen regeerden over Israël. Maar straks, in de toekomst zal Christus komen en dan zal het omgedraaid zijn. Dan is Israël niet meer gevangen onder de heidenen, maar dan zijn de heidenen onder Israël gevangen. En dan worden zij geregeerd door hem. Dus dat even in het kort over die psalm. Ik ga die psalm daar verder niet over uitleggen. Dat gebruikt hier Paulus en dan gaat hij dan daarover verder praten toen hij opgevaren is. En dan komen we in het volgende vers. We gaan het zo meteen in zijn verband zien hoor. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dat hij ook is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Dus de Heer Jezus Christus is opgevaren, maar hoe kan je opvaren als hij eerst is naar beneden gekomen? En hoe is hij naar beneden gekomen? Op aarde. Kijk even met mij mee in Johannes 3. Een paar versen uit dat hoofdstuk. En dat geeft heel duidelijk aan, Johannes 3 vers 13, waar de Heer Jezus was en dat geeft ook gelijk zijn godheid aan. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. In de NBG vertaling is die in de hemel is weggelaten. Maar hij is vanuit de hemel gekomen, zie je het? Hij is vlees geworden, hij was in de hemel en is nedergedaald waar naartoe? Op aarde. Je kan ook vers 13 zien bijvoorbeeld. Dat heb je net gelezen, hè? Oh, ja. Nou, kijk, je ziet 6, 33, zie je het ook staan. Er zijn nog een aantal, maar die ga ik niet allemaal lezen. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Ik lees verkeerd, 33. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. Dus hij is nedergedaald op aarde. Vers 41 ziet het ook staan. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En er zijn nog een aantal teksten. Hij is nedergedaald. Maar waar is hij nedergedaald? Op aarde. Maar we lazen net bij Paulus, dat hij is in de nederste delen nedergedaald. Dat betekent, dat is nog lager. En waar is dat?
Dat is in de hel. Ja? Dus hij is de hemel verlaten, is naar beneden gegaan, op aarde, en toen aan het kruis is hij nog verder gedaald. En dat, daar spreekt de psalm ook over. Het is in de aarde, die moet je anders maar opschrijven, en dat ga ik nou niet opzoeken, de psalm 63 vers 10, waar hij spreekt over het onderste der aarde. Dat is in de aarde. De Heer Jezus Christus zegt toch ook van, wat was het teken van Jona? Jona was 3 dagen en 3 nachten in de vis, zo zal het Christus, ik ook 3 dagen en nachten waar zijn? In het hart van de aarde. We zitten, kijk maar, in Matteüs 12. Iedereen is erbij. Matteüs 12 vers 40. Ja. Dus de nederste delen der aarde is het hart der aarde. Dus de Heer Jezus zegt hier van zichzelf dat hij zal ook nederdalen naar het hart der aarde. Nou, wanneer was dat? Toen hij stierf van het kruis. Dus hij is in de hel geweest. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Nou, je weet allemaal, hè, hoe dat eruit ziet, de hel. Je kent de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus. Lazarus zat aan de ene kant en de rijke man zat aan de andere kant. Allebei waren ze in het hart der aarde. Lazarus die zat in de boezem van Abraham. Daar zaten de gelovigen. Nou, Christus, en dat noemt hij, nou, die teksten moeten we even met mij meegaan, om het duidelijk te maken. Lucas 16 vers 23. Lucas 16 vers 23. Dat gaat over die gelijkenis. En dan zie je, vers 23. Ja. En de rijke stierf ook en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Nou, nu gaan we door naar Lucas 23, vers 43. Dus onthoud wat ik net gezegd heb. Zoals Jona was in de walvis, zo zal de Heer Jezus 3 dagen, 3 nachten in het hart der aarde zijn. We weten dat het de hel. We zien hier beneden in de hel, had je toen, waar Lazarus zat, bij Abraham. En Abraham was een gelovige, ja. En je had de kant waar het, waar de pijn was, ja, de pijn. En wat zien we hier aan het kruis, 23 vers 43, tegen die misdadiger. Die zegt, jullie kennen het verhaal, hè, in vers 39. Een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende, bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, zie je dat hij zegt, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus die man, dit werd een gelovige, hij zegt met Christus, toen hij stierf, met Christus naar het paradijs gegaan, naar Abraham, waar Lazarus zat. Zie je, dus als wij terug naar Efeze 4 gaan, dat is waar Paulus over spreekt. De Heer Jezus is naar het hart der aarde gegaan. Naar de nederste delen van de aarde. Dus hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Is naar de aarde gekomen. Is zelfs naar de hel gegaan. En toen is hij opgestaan uit de dood en is hij opgevaren. Die nedergedaald is, vers 10, is dezelfde ook die opgevaren is. Ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Hij is opgevaren ver boven wat? Al de hemelen. Hoeveel hemelen hebben we? 1, 2, 3. Maar hij is boven de hemelen. Dat wil zeggen, hij is waar God zit, dat is de derde hemel. De hemelen is meervoud. We hebben de eerste hemel, dat zien we hier om ons heen. De vogelen des hemels. De tweede hemel, de sterren des hemels. En dan de derde hemel, daarboven, daar woont God. En Christus is boven de hemelen in de hemel gezet. Ver boven alle macht en kracht.
ver boven al de hemelen. En waarom? Opdat hij alle dingen vervullen zou. En wat zijn nou die alle dingen? En dat is nou precies in het verband waar het hier om gaat. Zoals de Heer Jezus Christus hier op aarde al die overheden en machten zal overwinnen, wat we in die psalm ook lezen, 68. Zo heeft hij nu, wat Paulus heeft bekendgemaakt, is hij opgevaren, nadat hij gekruisigd en gestorven en begraven was, is hij opgevaren in de hemel, is hij gezet boven alle overheid en macht en kracht in de hemelen. Ja? Die posities van autoriteiten. Dat heeft hij door het kruis overwonnen. Kijk, in Colossense, gaan we naar Colossense toe. Ik wil gewoon dat we dit heel goed begrijpen. Colossense 2, dan zien we in vers 10 zien wij. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht en kracht. Ziet u wel? En wat heeft Christus nou gedaan? In vers 14. En vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Door het kruis, door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding, heeft hij Satan uitgetogen. Wij zijn met Christus boven hem gesteld. Ver boven alle hemelen. Daar zit Christus nu, daar woont hij nu. Daar moet ook de dingen bedenken die boven zijn. Zit, want daar waar Christus is, zitten aan de rechterhand van God. Maar door het kruis heeft Christus dus die overheden machten allemaal ontwapend. Van hun wapens ontdaan. Ze hebben geen enkele macht meer. Dat is over. En wij zijn dus in die eerste en die tweede hemel. Dat is de plaats waar wij zo meteen gaan regeren. En zo heeft hij al die dingen vervuld. Dus als we terug in Colossense 1 kijken, in vers 16, ja, door hem zijn alle dingen geschapen, zie je wel, en dan weten alle dingen vervullen. Wat bedoelt hij daarmee, al die dingen? Die in de hemel en die op de aarde zijn. 1 vers 16. Colossense, er zit nog steeds gewoon in Colossense. Die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen, die dingen, die onzichtbaar in de hemel ook, zijn door hem en tot hem geschapen. Hij is de schepper daarvan. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nu doordat hij gekruisigd gestaan en opgestaan is en is boven de hemelen, zitten aan de rechterhand van de Vader, boven al de hemelen. Hij is de eerste. Hij is de eerste in positie van de schepping in de hemel en de schepping op de aarde. Van al die overheden machten in de hemel, zowel als op de aarde. Dat heeft hij aan het kruis volbracht. Al die dingen heeft hij vervuld. En vers 20... En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vlees door de dood. Dus terug naar Efeze. Het is machtig om te zien, in vers 10, 4 vers 10, dat hij is opgevaren ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Men vraagt zichzelf, wat zijn dan al die dingen? Nou, dat hebben we net gelezen. Dus de overheden en de machten heeft hij door het kruis teniet gedaan. En dat was zowel op aarde als in de hemel. En nog zien wij heel veel dingen niet. Maar wij zullen eenmaal daarheen gebracht worden en dan is het... Satan wordt op aarde geworpen. En dan zal hij ook daar alsnog vernietigd worden. En zal Christus daar de overwinning behalen. Dat heeft hij allemaal aan het kruis volbracht. Nou oké. Okay. Dus 8, 9 en 10 kan moeilijk zijn. Maar u moet dat in zijn verband zien. Ja? Dus vers 8 ook. Er zijn heel veel uitleggingen over. Maar ik hou het zoals het staat in psalm 68. Het is een messiaans psalm. Waar God de overwinnaar is en eenmaal zal gaan regeren.
En dat Israël zal over de heidenen regeren. Hij heeft de overwinning. En hij heeft al die overheden en machten. Wat zegt hij, Peter? Satan gaat rond als een briesende leeuw. Satan al zijn machten op aarde. Dat gaat hij doen. Maar hij wordt overwonnen. Door het kruis hebben wij ook de overwinning. Hij heeft ook overwinning behaald in de hemelen. Hemelen. Goed, en dan zie je in vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. Nou, in vers 7 zie je de genade gegeven. En dan, in vers 8 zegt hij aan het einde, heeft de mensen gaven gegeven. Paulus heeft die psalm een beetje veranderd. Want in de psalm staat eigenlijk, en heeft de gaven genomen. Nou, dat is een ander verhaal. Maar Paulus heeft het veranderd. Zeggen ze, maar ja, maar hoe kan dat, mag ik toch niet zomaar doen, Gods woord veranderen? Maar Paulus gebruikt soms dingen... En die past die toe op het lichaam van Christus. Zonder niet dat hij daarmee zegt, ja, dat gaat over het lichaam van Christus. Maar dat principe kan hij wel gebruiken en op ons toepassen. Ik ben nu bezig met een stukje over Pascha. En dan zie je ook dat over bijvoorbeeld de offeranden. Dat Christus aan het kruis was een offer. Een offer op het altaar. Dus daar kunnen dingen uit de Pascha natuurlijk allemaal wel op onszelf toe gaan passen. Maar in eerste plaats was het wel voor het volk Israël. En de offeranden, kijk maar in Hebreeën en zo, een offeren, dat lees je. Paulus spreekt maar één keer over een offeranden. Over het lam Gods praat hij helemaal niet. Maar offeranden zegt hij maar één keer. En dat is in Efeze 5, daar komen we nog op. Daar schrijf ik dan ook wel over. Maar dan past hij toch over het slachtoffer dat Christus is. Dat hij is natuurlijk voor ons gestorven, opdat wij het niet veroordeeld zouden worden. Nou oké, dus dat past hij dan ook toe op het lichaam van Christus. Zonder daarmee te zeggen dat over het lichaam van Christus gaat. Dat doet hij vaker. En zo mag hij ook onder leiding van de Heilige Geest, heeft hij ook die psalm veranderd, heeft een mens gaven gegeven. Nou, wat zijn nou die gaven? De gaven is vers 11. Dat zijn mensen. Zie je, hij heeft de mens gaven gegeven. Dan ga je naar vers 11. En dezelfde heeft gegeven. Sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten. En sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. Hij heeft gegeven. Ziet u wel? Er staat niet, hij geeft. Dat betekent dat hij dat nog steeds zou doen. Nee, hij heeft gegeven. Dat was toen. Want herders, wat staat er? Apostelen en profeten, die zijn er nu niet meer. Maar, let op. De gaven die zijn voor het lichaam van Christus. Maar ik ben geen gave voor de gemeente. Dat ben ik niet. Want wat is nou de bedoeling van die gave? Dat staat erachter in vers 11, 12. Tot de volmaking der heiligen. Ik ben niet degene die de heiligen volmaakt. Ik ben niet degene die... Nee. Wat is dat doet? Dat is het woord van God. De gave waren gegeven de mensen. Nou, neem maar Apollos... Paulus is de apostel van de heidenen, maar hij had mensen om zich heen. En dat is allemaal in de begintijd, toen het woord nog niet toen de evangelie van de toen Christus naar de openbaring van de verborgenheid nog gevestigd moest worden, zeg maar. Overal werden gemeentes gevestigd en de boodschap werd bekendgemaakt, steeds meer en meer, daar komen we de volgende keer nog op. Maar toen dat eenmaal klaar was, toen zijn die gaven gestopt. Waarom? Omdat wij nu het complete woord van God hebben. En dat is de gave van God nu voor de mensen. Dus het is niet zo van, God heeft hem de gave van voorgang gegeven. En die de gave van herder en die de gave van... Dat is niet zo. Het is het woord van God wat in u werkt. En de mensen die een keus maakt om Gods woord te willen gaan uitdelen. En nou, we hebben gezien, er is diversiteit. Niet iedereen die kan het woord... verkondigen. We kunnen het wel allemaal bestuderen. We kunnen het ook allemaal begrijpen. Dat is allemaal geen verschil. Maar we kunnen niet allemaal hier staan. Ja? En we kunnen ook allemaal daar gaan zitten. Maar dan staat hier weer niemand. Dat gaat ook niet. Dus daar is verschil in. Maar die gaven, die waren voor toen. Maar nu het woord van God compleet is, hebben we nu alle wijsheid is opgeschreven in het woord van God. Dus 2 Timotheüs 3 vers 16...
2 Timotheus 3 vers 16. Ik zou zeggen, we zijn allemaal schakeltjes in het geheel. Maar het is het woord van God wat u volmaakt. En niet ik. Niet de mensen. Al de schrift, 2 Timotheus 3 vers 16, is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, zie je het? We hebben de hele Bijbel. En dat is van Genesis tot en met Openbaring. Elk Bijbelboek is voor ons ter lering. Volgens het principe van het rechtsnijden van het woord en waarheid. Dan begrijpt u het. Dan worden we geleerd tot wederlegging, tot verbetering, hè, dus gecorrigering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Nou, nu heb je alles wat u nodig hebt. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus, hoe worden wij volmaakt toegerust? Met het woord van God. Ja? En iedereen maakt de keuze in wat hij wil om voor de Heer te doen. Maar dat doet hij op basis van het woord van God. Als ik naar mezelf keek ook. Ja, ik nam de keuze. Ik wou sowieso met het woord bezig zijn. En op een gegeven moment, ik wist, ja, dat woord gaat werken in je. En dan komt de vraag, ja, wat wil ik ermee doen? Wat ga ik nou doen? Dan dacht ik, nou, ik wil meer als alleen luisteren. Ik wil het woord gaan verkondigen. Nou, dat is Gods woord wat in je werkt, maar jij maakt de keus. En de ander zal zeggen, nou, maar ik wil dat doen. Ik wil traktaten gaan uitdelen. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Dus, als we teruggaan naar Efeze 4. Dezelfde heeft gegeven, zie je het? Hij heeft het gegeven. Dus we moeten goed begrijpen dat vers 12, de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, dat is het woord van God wat het doet. Dat is nu geopenbaard. En al die gaven, die mensen, dat waren de gaven die God gegeven heeft aan de gemeente, dat is gestopt. Dus u ziet nog wel eens van, ja, pas als ik ook nog iets, van ja, ik ben een apostel, of ik ben een profeet. Ja, sorry, maar dat is niet zo. Want God spreekt nu alleen maar nog via zijn woord. En niet buiten zijn woord om. Dus ook de evangelisten, herders en leraars zeggen, ja, maar herders en leraars, die zijn het dan nog steeds. Ja, Paulus spreekt over mensen in de gemeente die moeten het werk van de evangelist doen. Een oudste voorbeeld, doe het werk van de evangelist. Of beveel deze dingen en leer ze. He, of hij zegt ook in Handelingen 20 bijvoorbeeld, tegen de oudste, dat zij zijn de herders van die gemeente. Nou, hoe doen ze dat dan? Dus moeten ze voeden met het woord. Dus bijvoorbeeld een oudste, die moet al deze dingen in zich hebben. Maar het is niet specifiek. Eén persoon is bijvoorbeeld alleen een leraar of alleen een evangelist. Dat is niet zo. Een oudste moet dat sowieso allemaal in zich hebben. Dus apart die gaven moeten begrijpen, dat heeft allemaal te maken met die tijd. Dus nogmaals, door het woord van God, dat is nu hetgeen waardoor wij opgebouwd worden, maar waardoor wij in dit leven in de bediening gezet zijn. Ja? En God gebruikt mensen. Maar in feite ben je gewoon een doorgeefluik. Maar het woord van God moet het niet doen. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u voor alles, Vader. We danken u dat u dit alles... ja, alles is al gebeurd. U hebt alles al gedaan. Het is allemaal gebeurd 2000 jaar geleden aan het kruis. En u hebt het in uw woord op laten schrijven. En we moeten het lezen. En we hebben uw geest ontvangen, waardoor we het ook gaan begrijpen wat u ons allemaal al geschonken hebt. En de genade is ook ten volle gegeven aan ons. Zoals u uw zoon hebt gegeven aan ons. Ja, zo, dat is alles wat u had. Zo zijn wij ook gezegend met alle geestelijke zegeningen. En ontbreekt ons helemaal niets. Vader, we danken u voor dat kostbare woord van God dat we hebben. Waarin alles staat en waarin we alles kunnen vinden. Waardoor wij worden opgebouwd, worden bekrachtigd. En waardoor wij ook geleerd worden, Vader. En er zijn geen dingen buiten het woord die geopenbaard worden. En het is allemaal niet ver van ons vandaan. We kunnen het allemaal zo vinden. En het mooiste van alles is, Vader, dat wij hoeven het zelf niks te doen. We hoeven het alleen maar in geloof te aanvaarden. En dat uw woord in ons gaat werken. En zodat we daar ook in zullen gaan wandelen.
in deze tijd. En zodat de zonde ook in ons lichaam niet hoeft te heersen, maar dat uw woord in ons regeert. Vader, we willen u voor bedanken. In de naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.